Vlaams Belang is het een vanzelfsprekendheid dat iemand die geen Nederlands spreekt ook geen sociale woning krijgt. En voor u is dat helaas nog niet het geval. U past immers de bestaande regeling waarbij huurders bereid moeten zijn Nederlands te leren enkel maar een beetje aan met een nodeloos ingewikkeld systeem van intakegesprekken, taaltesten, herkansingen, vrijstellingen en eenmalige boetes en dergelijke meer. Mevrouw de minister, de gemiddelde wachttijd voor een Vlaamse sociale woning bedraagt ongeveer 2,5 jaar. En er mag toch verwacht worden dat een immigrant die zich in ons land gevestigd heeft en op de koop toe zijn weg heeft gevonden naar de sociale huisvesting, dat hij toch ook al de moeite gedaan zou hebben om een fatsoenlijk woordje Nederlands te spreken. En als men niet bereid is om Nederlands te leren, dan moet men volgens ons ook geen voordelen krijgen van onze samenleving. Dan moet men ook geen sociale uitkering, dan moet men ook geen sociale woning krijgen. Daarom, mevrouw de minister, een verzoek aan u. Stop met die nodeloos ingewikkelde regeling en vervang die door één duidelijke en kordate regeling in de toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning. Geen Nederlands, geen sociale woning.